Mijn volgende gast is 21 jaar en hij staat dit jaar op het hoofdpodium van Pinkpop. En hij is een gezellige singer-songwriter. Is het nou echt een rock'n'roll? Laten we hem vragen aan singer-songwriter Tim Knol. Of die doe je dan af als je op tv komt? Ja. Want toen ik je met bril... Ik kijk, jij bent 21, maar toen ik 21 was, was ik net zoals jij. Ook zo mollig. Nee, vooral gezellig en vrolijk en talentvol. Ik meen aan dat ik ook op 21 talentvol was. En je vond mij geniet je er enorm van. Absoluut. Want dit vind ik ook heel jong. Ja. En wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je Pinkpop ging doen? Nou, ik heb een gat in de lucht gesprongen en heel veel gedronken. Ja? Ja. En wat drink je dan? Bier. Oké, je weet dat aan. Dat is heel slecht. Ja, het is heel slecht. En ik weet dat je rock'n'roll bent, maar je bent... Ik had het niet moeten zeggen. Dat herken ik zo. Ik heb zelf ook die gekte. Het is heerlijk. Van wat pindasaus. Die heb ik... Kunnen we nog pindasaus regelen voor Tim Knol? Ja, we kijken wel even wel een van de Indonesische. Het is heerlijk. Wil je eentje? Ja, ik doe er eentje. Ja, precies. Als jij er ook eentje doet. Ja, tuurlijk. Proost. Proost. Gaat er lekker iets voor jezelf thuis. Ik ben niet zo dol op. Nou, ik ben niet zo dol op. Nou, maar ik ben meer op bamiehapjes. Maar ik neem vaak 2 of 3 en dan ben ik wel klaar. Nou, prima joh. Alsjeblieft hoor. Nou, hier doe ik lekker in zakjes. Hartstikke goed, Tim. Maar ja, je bent echt rock'n'roll. Nee. Lekker in zakken zo. Heb ik lekker voor het later. Dankjewel, heerlijk. Dat Pinkpop, hè? Ja. Dat is natuurlijk heel prestigieus. Je weet dat daar wordt enorm gesneden en er wordt gesmeten als ze het niet goed vinden. Het wordt afgemaakt als... Ben je er klaar van met je 21 jaar? Ik denk het wel, ja. Ben je de jongste hoofdactor ooit of niet? Verleidelijk, hè? Dat ja, met een beetje raar. Als je rock'n'roll bent, dan ben je met kaassoufflé in je borstzakje. Ik vind het wel wat, hè? Omdat vrouwen doen dat, hè, om het op te pompen. Ja, dat werkt heel goed. Ja, ik heb met Kim Holland. Maar ben ik klaar voor? Ja, ik weet het niet. Ben ik klaar voor? Ik weet het niet. Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Het is echt heel groot. Ik hoorde het ook pas gisteren dat ik op het hoofdpodium stond. Ik was een beetje flabbergasted van... Dat is nogal wat. Wist je dat het ging gebeuren? Word je dan opgegeven jezelf op of laat je die platenmaatschappij... Nou ja, op een gegeven moment zijn ze geïnteresseerd. En het was een heel goed jaar vorig jaar. We hebben heel veel gedaan, Lowlands ook. En nou, op een gegeven moment is Pinkpop geïnteresseerd in jou. En dan krijg je een mailtje. Of ja, dat gaat dan via een boeker. Maar zie je niet, denk je niet bij de laatste 3 of de laatste 5? Ik denk, ik maak kans om Pinkpop, het wordt gewoon baf. Ja, dus, nee, ik denk gewoon dat gewoon, ja... Het wordt gewoon dus zij denken van, ja, dit is goed voor Pinkpop en die gaan we bellen. En welke dag ben je? Op de zondag. En hoe laat? Dat weet ik nog niet. En weet je nog niet? Op 3 smiddags. Oh, ongeveer. Goed. Goede tijd? Vind ik wel, ja. Voor mij zeker. Ja, dus s'avonds staat echt de headliners. Ja, je moet nog even naar bed, hè. Ja, ook. Ja, maar s'avonds zijn ook echt de headliners. En dat, ja, Zie je net onder nog? Ja, ja. Nou, dat is ook niet erg. Maar ik vind het ja, dat is ja, waanzinnig allemaal. Ja, het is fantastisch. En hoe, weet je, wie nog meer optreden? Helemaal niet... Ja, dus Kings of Leon bijvoorbeeld, Coldplay, De Staat, Elbow, De Band of Horses, heel veel goede... En Tim Knol. En Tim Knol, ja, het is mooi dat er tussen staat. Fantastisch. Ja, Wolfmother, van alles, ja. Nou, die ken ik niet, maar voor de rest is het fantastisch. Ja. En ik weet, want onze band, ja, ik moet het toch zeggen, want Kees, wie staat op Pinkpop? Nee, Jan staat op Pinkpop. Jan staat ook op Pinkpop, mensen, met zijn band. Ja. Vergeet dat, ja. Hoe heet je band? Ja, je bent ook genomineerd voor het 3FM Award. Ja, Kees ook. Ja, maar is jij? Hij is ook genomineerd voor het 3FM Award. Yeah. Dat vind ik heel erg leuk. En ook Kees, met een Z, is ook genomineerd voor de 3FM Award. Met welke band ook weer? Lola Kijk. Lola Kijk. Ja, Lola Kijk, ik heb hem ook. En jij bent ook genomineerd voor het 3FM Award. Ja. In dezelfde categorie als de jongens, veelbeloofd talent? Nee, volgens mij niet. Alternative. Ik beste zanger en beste single. Nou, niet zo kwaad eigenlijk tegen zeggen dat je het mee. Nee. Maar dat ja. Ja. Ik ben heel blij mee. Ik kan me dat voorstellen. Ja. Maar het was een bizarre dag gisteren. Dat hoor je dan, en Pinkpop was dan, mocht het eindelijk bekendmaken. Want het was al een maand daarvoor, wist ik al dat ik daar zou staan. Maar mocht het tegen niemand zeggen. Vreselijk is dat. Heb je tegen niemand gezegd, je vriendin wist het ook niet? Jawel, je wist het wel. Ja. Je hebt de mond gewoon dichtgehouden. Ja. En mijn ouders heb ik het verteld. Maar voor de rest helemaal niemand. Nee. Dat kan gewoon niet. Nee. Hey, even over dat beeld van, ik ben dan nu 48 en jij bent 21, maar vanaf 21 wordt ook tegen je gezegd dat je misschien wat moet afvallen, omdat je niet echt rock'n'roll bent? Ja, het wordt af en toe wel gezegd, maar daar trek ik me weinig van aan. Ja. Het is gewoon, ik maak gewoon muziek en
Dat is de basis. En daar, ja, wat er omheen gebeurt, ja, dan krijg je ook commentaar. Hoe bekender je woord ook natuurlijk. Maar het grappige is, ik heb jouw Twitters een beetje gevolgd de laatste dagen. En dan, dan merk ik dat je heel goed reageert. Want ik heb een paar Twitters en een beetje voor me uitgekozen. Van als er iemand zegt, ja, hij is vet. Of hij moet deze MAVO-jongen. Ja. Dan zeg je, nou, MAVO mag dat ook. Ja. Dat soort, je geeft ze wel van jetje. Natuurlijk, moet je ook doen. Maar het is ook, kijk, vaak zeggen ze dat en dan denk je, ah, die reageert toch nooit. Maar ik vind het dan juist leuk om dan gewoon een beetje op in te gaan. En op een leuke manier, niet bestie of zo. Gewoon een beetje normaal. En je weet, op een gegeven moment zie je mij ook, na mijn 30ste is alles gewoon goed in proportie. Ja, daarom. Ik maak me ook helemaal niet druk, hoor. Gaan we zingen? Want je gaat één plezier doen. Want ik mocht je begeleiden op de traporgel. Dat is, dat is echt een ouderwets traporgeltje, hè? 1918 of zo. Ja, ik herken dat. Ik heb met mijn dominee heel vaak onder de traporgel gelegen. Ja, om dan die pedalen zo te doen, dan oraal fijner. Maar je moet me even uitleggen, want ik ga dus trappen en dan gaan we een klein stukje zingen van traporgeltje. Het is gewoon trappen inderdaad. En dan... Ja, mooi. En jij zegt me wat ik moet doen, hè? Ja. Zijn de dominee ook altijd. Laten we gewoon beginnen. Ja. Zou ik zo afspreken, als je begint met zingen, dan... Ja, dat kap ik sowieso, Tim. Ik zou niet durven. Nee, maar misschien is het wel leuk als bij het fijn dan weer bij komt. Ja, wat je wil. Als jij gewoon naar me seint, dan ga ik gewoon doen wat jij wil. Dit liedje heet Music in My Room. My life was great with my family around. I had no complaints in my life. I'm a free man now, but I'm still around. Mom, Dad, I'm still with you now. Gewoon ingedrukt houden. I'm a free man now, but I'm still around. Mom, Dad, I'm still with you now. Het is best goed. Het is heel gek, het is anders dan een piano. Ja, dat is raar, want normaal. Kan ik nog even. Kijk, ik zat nu gewoon om. Normaal. Maar je kan er geen emotie in leggen. Jij zingt heel emotioneel. Ik zat een soort katholieke. Echt heel mooi zou. Ik bleef het doorpompen terwijl het helemaal niet hoefde, want jij was aan het zingen. En dat moest ik ophalen van je. Dat zei je heel dwingend dat ik hem zo mocht spelen. Maakt niet uit, ik heb het van mijn vader ook. Dat maar dat is eigenlijk heel erg fijn om jou begeleid te hebben. Nou, dat vond ik ook. Dank dat vind ik heel fijn. Als je mijn Pinkpop nodig hebt, dan bel ik je. Bel me. Dan gaan we gewoon doen. Ik kan best wel dat dit echt een heel goede act kan worden. Dat denk ik ook. Geef maar een applaus. Geweldig, Tim Knol.